Goeiedag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Wielerflits Live. Het komende uur gaan we weer praten over een bomvol wielerweekend dat net achter ons ligt. Een volle uitzending en deze week zijn mijn gasten Michael Bogert, Steven de Jong en onze eigen Jury Eins is weer aangeschoven. Heren, hartelijk welkom. Hoe fris zitten de twee mensen naast mij die dichtst naast mij zitten? Ook zo fris. Ja, volledig hersteld. Ja, want jullie hebben een... Nou, niet heel veel koers gekeken, geloof ik, dit weekend, want Steven, jij vierde... Ja, ik had mijn vrijgezellenfeest nog te goed, dus dat hebben we even goed ingehaald van het weekend. Ja. Maar ja, je bent al getrouwd? Ja. Maar goed, in april al. Hoe dat kan, daar gaan we het misschien zo nog even over hebben, want we gaan natuurlijk alles over Contador door te maken. Is nog gefietst tijdens dat vrijgezellenfeest? Vanmorgen, ja. Ja. Goed, nou, Jury, jij bent deze week bij gisteren in Gieten geweest. Hoe was het daar? Gezellig eigenlijk. Ze hadden het parcours weer omgebouwd. Ja. Dat is de laatste jaren doen ze dat veel. Maar nu was het eigenlijk zo, ze hadden altijd die eerste bocht na de finish. Gingen ze helemaal buitenom. Maar die hebben ze eigenlijk direct weer teruggetrokken. Zodat iedereen eigenlijk, ja, je kon ze eigenlijk het hele parcours zien. Ja. Eindelijk is in ieder geval het veldrijden voor het echtje gestart. In Europa wel. Ja. Ja. Zaterdag de Giro d'Emilia, vorige week uitgebreid op vooruitgeblikt. Jullie hebben natuurlijk niet live gezien, maar zagen wel de uitslag. Toen dacht ik van, nou ja, een uitslag die past bij deze wedstrijd. Ja, natuurlijk een oké winnaar. Ik ben er wel een klein beetje verrast vanwege Visconti. Toch niet echt een renner die op zo'n aankomst... Hij kon goed berg op, maar ik dacht dat dit wel iets te stijl voor hem zou zijn. En zeker als je ziet wie er 2, 3 en 4 worden, vind ik het verrassend dat hij wint. Weggesprongen uit de kopgroep, Jury. Ja, en hield verrassend knap stand, vond ik. Had het wel heel lastig op die, wat je vorige week zei, die Louis-stijle dubbele muur van Hoei. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, Nibali was zo sterk daarachter. Dat wil ik niet zeggen. Maar die had ook zelf kunnen winnen. Ja. Het is dankzij de ploeg hè, dat hij gewonnen heeft. Ik denk een beetje een quickstep verhaal in de voorjaarsklassiekers. Dan kan een outsider winnen. En Visconti is natuurlijk niet de minste. Ja. Dus wat dat betreft zwaar verdiend. En ook nummer 9 is ook wel het vermelden waard. Jack Hake. Die rijdt ook een heel sterke najaar. Ook in de Vuelta gezien. En er zit toch veel potentie in, denk ik. Is het eigenlijk slim wat Nibali doet? Ja, werkt het zo? Nu Visconti in iets mindere wedstrijd laten winnen, dat je wel zeker weet, Lombardije, is het voor mij. Werkt dat zo, Michael? Nou ja, of het zo werkt. Kijk, Visconti is ook niet is ook geen kleine renner. Hè? Ik bedoel, die heeft ook van grote koersen gewonnen. Een paar Giro-ritten gewonnen natuurlijk. En het zal nu zo gelopen zijn, maar ja, als je nu ziet hoe Nibali rijdt, dan kan je wel gaan verwachten dat het aankomende zaterdag voor Nibali gaat zijn. En, ja, die wil dan natuurlijk super graag winnen. En ik denk dat hij daar ook wat meer kans normaal heeft dan een Visconti. Is toch Nibali is een renner die wat meer die grote koersen, die grote klassiekers aan kan. Het is het seizoen dat na het einde, je ziet al een hoop renners die stoppen, die in het seizoen al zijn gestopt. Is het eigenlijk jammer dat je bij dit soort wedstrijden niet meer het sterkste deelnemersveld aan de start hebt staan? Is dat jammer, Steven? Ja, dat is jammer. Maar goed, het is begrijpbaar. Het is ook begrijpbaar. Kijk, World Tour is heel belangrijk geworden, maar het betekent ook dat ze al heel vroeg moeten beginnen. En de seizoenspieken worden gewoon anders gelegd. En sommigen kunnen doortrekken nog tot het einde van het seizoen. Ja, sommigen haken eerder als ze voelen dat het niet meer gaat. En ik denk dat de kalender heel vol zit nu met World Tour wedstrijden. Ik weet niet of dat goed is. Volgend jaar natuurlijk ook een aantal renners minder starten. Dus we gaan het zien. Zou ze dan zo'n mooie wedstrijd als Lombardije naar voren moeten halen? Dat je van zeker weet iedereen die daar zou moeten starten, start daar? Of is eigenlijk wel prima? Ja, Lombardije die zit al 100 jaar volgens mij op die datum. Ja. En dat is gewoon, Lombardije heeft toch meestal wel een mooie winnaar. En als je nu ook naar die top 10 kijkt van Emilie, daar staan geen koekenbakkers tussen. Zijn wel gewoon goede renners. Ik denk dat het ook te maken heeft met het WK. Wat voor WK is het? Volgend jaar zou je waarschijnlijk, als het in Innsbruck is, ga je een heel ander type renner krijgen die zich gaat voorbereiden op het WK. En dan zal Lombardije ook weer veel beter tot zijn recht gaan komen. Want daar gaan
ja, de klimmers die in Lombardije ook goed zijn, die gaan zich ook goed willen zijn op het WK. Dus dan krijg je ook een Lombardije met een beter deelnemersveld, denk ik. Ja, omdat ze dan na het WK is het nog makkelijk om door te trekken. Natuurlijk, zeker als jij van het WK een hoofddoel maakt. Maar zoals jij al zegt, er gaat geen kleintje winnen in Lombardije. Ja. Dat is gewoon nul duidelijk. En nou ja, hoe heet het? Turkije komt er nog aan, China komt er nog aan. Dus het wordt nog best wel druk. Ja, jullie starten in Turkije met Trek. Ja. En wie gaat het daar voor jullie zijn? Want deze sprinterskoersje, benijden we dat ook zo? Ja, hoe heet het? We willen graag nog wat wedstrijden winnen. Dus we gaan met voornamelijk sprinters daar naartoe. En Bauke gaat nog naar China toe. Dus... Ja, we hebben nog wel wat af te werken. Welke ga jij van die bezoeken? Ik ga er geen één meer bezoeken. Nee, ik heb mijn seizoen afgesloten na de Vuelta. Ik heb een heel druk voorjaar gehad met Alberto natuurlijk. Ja. En ook veel trainingskampen tussendoor. Dus ik heb mijn dagen wel gevuld. Ja, ook over Lombardije en Parijs Tours later in de uitzending meer. Eerst even naar Gieten. Dat was gisteren. Jij was erbij en jij maakte een samenvatting. In Gieten streden de veldrijders in een modderpoel om de zegen. Bij de vrouwen was Annemiek van Vleuten een opvallende deelnemster, maar voor de zegen deed zij niet mee. Maud Kapteins deed dat wel. Zij stond aan het roer van de cross en soleerde naar haar eerste superprestigezegen. Wereldkampioene Sanne Kant reed lang in de achtervolging, maar kwam niet in de buurt. Na een incident haalde ze verhaal bij Annemarie Worst, maar dat zal haar juist. Na een pikstart dook bij de mannen Mathieu van der Poel als eerste het veld in. Het duurde lang voordat de forsing gemaakt werd. MVDP sprong steeds soepeltjes over de balkjes, waar de concurrentie meer problemen had. Halfweg cross waren Laurens Zweek, Wout van Aert, Van der Poel en Lars van der Haar los van de rest. In de slotfase van de wedstrijd plaatste onze landgenoten versnelling. Van der Poel sloeg direct een gat, bouwde zijn voorsprong op Van Aert uit en soleerde op die manier naar de zege. De wereldkampioen zag na afloop echter mogelijkheden. Ik denk dat ik hem in het verleden toch al wel talrijk heb geklopt. Dus vanaf dat ik voel dat ik sterk genoeg ben, dan zal ik wel terug tot inzicht komen hoe ik dat moet doen. Van der Poel zelf gaat daar uiteraard een stokje voor proberen te steken. Ik probeer gewoon het hele seizoen goed te zijn en zoveel mogelijk crossen te winnen. Ja, Juri, eigenlijk laten we even naar de uitslag kijken. Verwachten 1-2. Ja, op basis van vorig seizoen wel. Wout was natuurlijk nog niet helemaal in orde in Amerika. Maar hij komt er nu kwam er gisteren in ieder geval goed doorheen. En zeker als je naar de top 4 kijkt, denk ik dat je de usual suspect van voren hebt. Ja. Laten we even kijken naar de reactie van. Even luisteren en kijken naar de reactie van Mathieu van der Poel. Wat hij in afloop had te zeggen. Want hij zegt: ja, ik ga er niet vanuit dat ik dit seizoen blijf winnen. Nu heb je de laatste twee seizoenen met knieproblemen gekampt natuurlijk. Nu een goede voorbereiding kunnen hebben. Voor die twee jaar was het steeds het geval dat jij vrijwel iedere cross die je reed, won. Is dat ook het beeld wat we komende winter gaan zien? Oh, dat zou heel leuk zijn voor mij, maar ja, ik kan niet. Dat was nog natuurlijk iets anders om dat bij de junioren te doen dan bij de elite. Dus ik verwacht niet dat ik ga blijven winnen, nee. Maar ik was dat gewoon een beetje bescheidenheid of in ieder geval een net antwoord. Dat is sowieso een net antwoord. Dat straalt niet echt de arrogantie vanaf. Ik bedoel, als je nu gaat roepen, ik ga iedere cross winnen. Dat lijkt me een beetje vaag. En zeker als je weet dat je grootste concurrent van aard is, die toch ook wel aardig wat gewonnen heeft. Denk ik dat dit gewoon een normaal... Tot nu toe heeft hij eigenlijk geen er zijn drie crossen geweest. Vijf heeft hij al. Ja, oké, vijf. Maar dat moet nog echt gaan beginnen. En... hij rijdt gewoon keihard en klaar. En wat hij zelf ook zegt, hij wil zoveel mogelijk crossen winnen. En dat toevallig vrijdag hebben wij een clinic gedaan en was Adrie daar, zijn vader. En daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad. En die zegt ook, ja, hoe hij het benadert is gewoon... hij leeft ervoor, maar ook niet op een maniacale manier. Weet je, hij geniet gewoon van het crossen, hij geniet van het mountainbiken, hij geniet van het wegfietsen. Hij doet gewoon zijn ding. En dan zien we wel wat er gebeurt en hoe het loopt. En zo benaderen zij het. En het is wel grappig om te horen. Zeg je dat ook? Beste benadering eigenlijk? Ik vind het heel knap dat je dat zo kan doen natuurlijk. Als je het zo kan benaderen en vooral het plezier kan zien. En, bijvoorbeeld de manier waarop die op ze. Het zijn renners die letten echt alleen maar op de voeding. Nou ja, zoals ik van Adrie begreep, doet Mathieu dat ook. Maar 5 dagen in de week en de andere 2 dagen laat hij het een beetje lopen. Ja, als het dit voor hem de manier is om zijn sport te beleven en het. Dan ook nog bij te winnen is natuurlijk de perfecte manier. Ja, maar het is ook fijn ook, hè, om zo te starten natuurlijk. Want
kan maar beter beginnen met een reeks overwinningen. En als je daarna een beetje een dipje krijgt omdat de anderen wat beter worden. Nou, wat je op zak hebt, heb je al op zak. En je weet ook van, nou oké, ik ben nu goed in vorm. Die anderen komen misschien nog. Misschien wordt hij nog beter de komende weken. Het kan ook zijn dat hij wat minder wordt. Nou ja, dan wordt hij een paar keer verslagen. Maar hij pakt toch wel een mooie voorsprong zo. Volg jij, want Van Boek, die weet, nou, die kijkt het veldrijden op zaterdag zondagmiddag. Hoe zit dat bij jou? Nou, als ik thuis ben, dan kijk ik. En anders volg ik het wel via Twitter. Ja. Eigenlijk zelf wel eens gecrossed? Ja, voor jou weet het in ieder geval niet, hè? Ja, ik heb één keer gecrossed. Eén keer. En toen werd ik voorlaatste. Toen had ik alleen een meisje achter me. Dus dat was geen succes. Ik heb wel een paar van die strandraces gedaan. Ik heb ook wel eens gewonnen. Brentjes geklopt. In een rechtstreeks duel. En die was toen best wel goed. Maar ja, dat crossen, dat is veel te kort, joh. Een uurtje, dat is niks. Ja, maar dit hebben echt van de lange slijtage. Ja, nee. Nee. Ja, ik heb ook nooit een officiële cross gelegen. Nee. Dan natuurlijk nog, herinner ik me, wel op de strand. Ja, nog wel een keer je sleutelbeen gebroken, hè? Ja, stak een hond over. Dat was geen succes. Ik heb op de weg nooit mijn sleutelbeen gebroken. Dat moest echt 2 jaar geleden moest dat pas gebeuren. Nee, maar dat doe ik nog steeds. Dat vind ik wel heel leuk. Dus 22 oktober, dan rijd ik mijn eerste strandrace. Oh, echt ja. Dus dan is, wat is het? De E3 Plus in Eersel. Ja, die cross die van Zandbeek uit de grondstand. Ja, precies, daar rijd ik mee. Misschien kom ik nog even kijken. Dat is goed. Niet meedoen? Nee, kijken. Ik mag niet. Nee, ik mag niet meedoen. Je hebt gelijk. Dat mag ook niet. Ja. Volgend jaar. Ja. Hard trainen dan. Ja. Hey, Van Aert die zegt van, ik kom steeds dichterbij. En ik weet nu hoe ik hij moet gaan verslaan. Nou ja, kijk, Mathieu die zei zelf ook dat hij niet een goede dag had eigenlijk gisteren. Daarom besloot hij ook niet om door te trekken. Na het begin liet hij zich wat inzakken. Maar Van Aert, ja, die was wel merkbaar beter dan in Amerika. En die zegt, ja, ik heb me al vaker geklopt. Als ik straks weer voel dat ik goed genoeg ben. Laat even naar hem kijken. Ik denk dat ik hem in het verleden toch al wel talrijk heb geklopt. Dus vanaf dat ik voel dat ik sterk genoeg ben, dan zal ik wel terug tot inzicht komen hoe ik dat moet doen. Wanneer verwacht je weer dat topniveau te hebben? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Ik hoop gewoon zoals nu elke week beter en beter te doen. En, voor de start was het hier altijd nog afwachten hoe het zou lopen. En nu kan je volgende week starten met de wetenschap dat je hem kan volgen. En, dan start je weer al met meer vertrouwen en ben je weer met andere dingen bezig, meer met de details. En zo probeer ik elke keer beter te worden. Dat betekent de spanning komt hier van terug? Ja, het belooft weer wat meer vuurwerk te worden. Wat wel mooi was om te zien, hij had het over die details waar hij aan werkt. Hij is niet de beste springer bij de balkjes van Aert. Dat was gisteren wel heel mooi te zien. Hij landt steeds met zijn achterwiel op het balkje. Waardoor je dus bepaalde weerstand weer inbouwt en dus op de traps moet staan tussen de balkjes door. Terwijl als je Van de Poel ziet, die met een sierlijk sprongetje over die ene en die trapt niet, die rolt gewoon verder en met een sierlijke pop en die is weer weg. Ja. Terwijl je bij Van Aert nog wel ziet dat die... En dat was ook een van de punten waar hij zegt, daar wil ik dan aan gaan werken. Ja, onder meer dat. En er zijn nog meer van die, van die punten waarop hij nog winst denkt te kunnen boeken. En dan straks weer de degens kan kruisen. Met de rest ons voor dit onderwerp even het scorebord dat wij bijhouden bij te werken. En dan zien we dat Van der Poel op 4-0 staat in het duel tegen Wout van Aert. En inmiddels 5 seizoenszegers te pakken heeft. Steven, van de zomer werd bekend of dat jij zou gaan verlengen met de ploeg. Is dat inmiddels de handtekening gezet? Ja, inmiddels gebeurd, ja. En, twee jaar? Komende 2 jaar zit ik bij Trek CGV dan. Afgelopen jaren natuurlijk echt met Contador intensief gewerkt. Nou, die is nu gestopt. Is er al een nieuw talent waar jij je aan vastklinkt? Nee, we hebben van het weekend hebben we bijeenkomst in Milaan, naar Lombardije. En dan zien we al de nieuwe renners. En het is de bedoeling wel dat ik me wat meer met het wedstrijdprogramma en de invulling daarvan ga bezighouden. En dan gaan we ook een beetje bekijken met welke nieuwe renners het klikt. En kijken of zomaar een nieuwe Alberto vinden, dat zou leuk zijn, maar dat is er momenteel niet. Maar ik ga zeker weer 3-4 renners ook trainen. En wie weet zit er weer een leuk talent bij. Dus het betekent wel echt dat het seizoen voor jou er anders uit gaat zien dan de afgelopen jaar? Ja, ik denk qua wedstrijden niet zo heel anders. Maar wat wel anders gaat zijn, zeg maar het aantal dagen op trainingskamp. Met Contador deden we 2 keer 3 weken hoogtestage.
Ja, dat valt waarschijnlijk wel weg volgend jaar. Dus dat scheelt voor de familie toch wel heel wat tijd dat ik ook thuis ga zijn. Ja, lekker dus. Ja. Nee, zeker lekker, want het is best wel een belasting. Het is, dat telt best wel mee. Dus ik geloof dat ik na de Vuelta, ik geloof dat ik 145 dagen al met de ploeg op pad was. Ja, dat tikt best wel aan. Michael, die weet dat wel. Dat weegt wel door. Ja, ik weet ook nog dat ik jou een keer benaderde, volgens mij in mei of zo, om hier aan te sluiten. Zei, nou, bel naar de Vuelta maar weer, want eerder ben ik niet thuis. Nee, dat klopt. Nee, ik ben tussen de Tour en de Vuelta ben ik geloof ik iets van anderhalve dag thuis geweest. In totaal. Dus, en, dat is niet veel. En is het wel goed met de kids? Dankzij Skype. En, gelukkig was de, onze vakantie hadden we al ingepland. Dus tussen Tour en Vuelta. Nee, en tegenwoordig met Facebook Messenger bellen en noem maar op, dat scheelt. We hadden in de voorbereidingen, zaten we nog met Jury en ik, die erachter zitten, wat bedenken. Steven de Jong, sprinter, klassieker man, die is gaan werken als ploegleider met een klimmer klassementsrenner. Hoe is dat gelopen dat je uiteindelijk bij Contador, dat klikte? Ja, ik denk dat het uiteindelijk de passie is van Alberto en de passie van mij en dat het daarom heel, heel goed klikte. En hij heeft me toen benaderd in 2013. In november belde hij me op. Of ik hem wou begeleiden met training. En dat klikte toen. En toen hebben we veel samengezeten, veel gepraat. En dat voorjaar in 2014, toen is hij gaan rijden. Toen werd hij eerste wedstrijd tweede, maar toen won hij ook al gelijk vrij snel. En Tirreno was een van zijn eerste hoofddoelen en daar won hij ook. En dan waren we eigenlijk niet op hoogste stage, maar dat hebben we toen wel gedaan. Januari, februari. En daar had hij heel slechte ervaring mee. Dus zei ik, dan overtuig je hem van? Ja, toen had ik hem overtuigd. Ik zei, luister, we gaan het gewoon proberen. Als het goed bevalt, dan gaan we het ook voor de Tour doen. Bevalt het niet, dan doen we het niet. Ja. En toen in Tirreno kwam hij al naar me toe. Hij zegt, de kamers zijn toch wel in orde voor mij? Want we gaan weer. Dus ja, en dat is een beetje eigenlijk een vaste manier van voorbereiden geworden. Hoe kwam je dan bij jou terecht? Hoe kwam dat zo terug? Dat is ik trainde een trainingsmaatje van hem, Sergio Poligno. En die had in 2013 eigenlijk sinds jaren weer zijn koers gewonnen ook. En, dus die hoorde wel van, dat is fijn werken. En zodoende is dat eigenlijk toen in stroomversnelling geraakt. Hier aan tafel met afscheid, naar de Vuelta, zeiden we van, voor de wielerliefhebber is het gewoon jammer dat zo'n renner als Contador stopt. Moet het wel helemaal een jammer zijn dat zo'n renner met wie je zo intensief samenwerkt... Dat is ook heel jammer, maar ik denk wel dat hij op het mooiste moment eigenlijk gestopt is. Hij werd hier en daar al afgeschreven natuurlijk, maar als je hem zo dichtbij volgt, dan weet je ook gewoon wat hij nog levert qua vermogen. Ja. En dan weet je gewoon van, als het gewoon goed loopt, dan doet hij gewoon mee voor de prijzen. En ik denk dat je dat ook wel in de Vuelta hebt kunnen zien. Hij heeft geen kans om een nut gelaten om die tijd in te lopen en hij heeft eigenlijk een hele goede koers gereden. Ja. En Hij verliest eigenlijk het podium door wat tactische dingen van andere ploegen waar ik mijn vraagtekens bij zet. Waarom ze reden op dat moment. Maar goed, in Andorra was hij natuurlijk... In Andorra was hij ziek en daar verliest hij 2,5 minuut. En daar heeft hij de schade eigenlijk nog heel erg beperkt. Maar wat hij daarna voor koers op laten zien, ik denk dat overal waar hij kon aanvallen heeft hij het ook gedaan. Kijk, in de Vuelta was het natuurlijk één lange strijd. De wedstrijden daarvoor heeft hij natuurlijk ook best wel moeilijke tijden gehad om... altijd mee te doen. Was er dan bij jullie geen twijfel richting die Vuelta van nou dat gaat? Nee, totaal niet. In de Tour was het gewoon door de valpartij dat hij minder was. Van het voorjaar deed hij elke koers waar hij ermee deed hij mee om voor de winst. Ja. Hij werd dan wel een paar keer tweede, maar Finis een hoop renners tweede dit jaar achter Valverde. Dus wat dat betreft kan je niet spreken van een minder jaar of zo. Nee. Heb je wel invloed op zijn beslissing om te stoppen? Nee. We hebben van de winter in Tenerife, toen had hij het erover, over stoppen of doorgaan. En toen heb ik gezegd, Alberto, niemand moet dat voor jou beslissen. Ik zeg, dat moet je zelf doen. Als jij het nog op kan brengen om te trainen, dat doet hij graag. Ervoor te leven, je dieet te volgen, want die moest er wel echt veel voor doen de laatste jaren om mager te blijven, zeg maar. Ik zeg, als dat allemaal geen probleem is, dan moet je gewoon lekker blijven fietsen. Want ik zeg, gestopt is gestopt. Ja. Op een gegeven moment in de Tour toen, naar die zoveelste valpartij. Toen zei vraag je dan wel eens zo 's avonds van, Steven, wat moet ik doen? Nee, we hebben er echt, zoals ik net zei, we hebben er één keer over gepraat, over stoppen of doorgaan. Ik zeg, joh, dat moet jij echt zelf beslissen. Ik zeg, dat moet niemand anders voor je doen. Was je dan verbaasd op het moment dat hij zei van, Steven, het is klaar? Nee, ik merkte het in de Tour wel van, dat het...
Dat is, nou, weet je wat het is? Als je zo goed voorbereidt en je gaat weer een paar keer hard op je kokosnoot, zeg maar. En je weet gewoon wat dat er wel in had gezeten als hij niet had gevallen. Dat is gewoon heel frustrerend. Ja. En al ben jij 24 en het gebeurt, dan sta je er heel anders in als dat je 35 wordt. En dat is gewoon zo. En mensen verliezen ook een beetje het vertrouwen in je natuurlijk. En ik denk dat hij daarbij zoiets had van, joh, ik heb er weer alles voor gedaan. Ik kan nu wel doorgaan tot en met de Giro. Maar als ik daar, als daar een hond over steek, ja, dan ben ik ook weer gezien. En dan is het eigenlijk een hele winter weer voor niks gewerkt. Maar goed, kijk, hij heeft natuurlijk nog de leeftijd en je ziet ook nog de kunde om in ieder geval op een goed niveau door te gaan. Hij zou natuurlijk ook in een andere rol. Weet je wat Bonen ook wilde? Niet als kopman. Nee, maar ik denk dat dat niet past bij Alberto. Ja. Die koerst om te winnen. En zo heeft hij ook altijd alle wedstrijden gereden. En ik denk wat hij nu gedaan heeft, voor de Vuelta aankondigen om te gaan stoppen. En dan zo'n Vuelta te rijden. Ik denk dat dat het beste is wat hij heeft kunnen beslissen. En heel die beleving ook daar op de Angliru. Ik heb de mensen nog nooit zo emotioneel gezien als op Angliru. Hij heeft de Spanjaard echt een groot cadeau gegeven. En een hoop wielerfans ook. Ja. Ja. Boogie, jij hebt natuurlijk ook altijd echt als kopman afscheid genomen. Achteraf heb je volgens mij ook wel eens gezegd, ik had misschien lang moeten doorgaan. Als je dit dan nu hoort van Contador, denk je dan niet, maak niet diezelfde fout die ik misschien heb gemaakt? Nou ja, Contador is natuurlijk een heel andere persoon als dat ik ben. 9 grote rondes gewonnen. Op een hele andere manier. Nou ja, voor mij 9. Ja. Voor mij ook 9. Ja. Weet je, dat is op een andere. 7 op papier. Ja, oké, 7 op papier. Maar ja, gewoon 9. Hebben ze wel 9 of voor de 9 keer op het podium gestaan. Ja. Kom op, maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, op een hele andere manier, zeg maar, zijn carrière beleefd. Dus ook 2 jaar nog. Of ja, hoe lang is hij eruit geweest? Met een paar maanden. Anderhalf jaar, denk ik, of zo. Toch? Volgens mij. Ja. Maar in ieder geval, dat is op een andere manier. En wat Steven zegt, je beslist het allemaal op voor jezelf. Ik heb dat toen heel abrupt gedaan. Op een dag in april had ik in één keer belde ik mijn vrouw op en zei van ik ga ermee stoppen op het einde van het jaar. En ik bleef ook nog gemotiveerd, kon er ook nog voor leven. Misschien ietsje minder. Ik had niet meer die motivatie om er echt alles voor te laten. En ja, wat kleine klachtjes. En dan stop je gewoon. Ook omdat je gewend bent om in de Amstel toegejuicht te worden als je bij de eerste de Gulp van de Berg oprijdt. Of de Redoute oprijdt bij de eerste in Luik. En ik werd heel angstig van het idee. Stel nou dat ik hier volgend jaar ineens als 40ste doorkom en iedereen roept je naam. Dat vond ik heel eng. Dus daarom heb ik besloten om te stoppen. Maar ja, daarna had ik zoiets van, oké, ik had eigenlijk net zo goed door kunnen gaan. Want fysiek kon ik het nog wel aan. Ja. Nu kijk ik er heel anders tegenaan. Maar ja, dat is gewoon een beslissing geweest op dat moment. En daar stond ik achter. Ja, nooit die twijfels gehad? Nee. Nee. Nee, ik kreeg een ander aanbod toen om ploegleider te worden bij Sky. Een heel nieuw project. En ik had meer zoiets van, weet je, ik kan nog een jaar blijven koersen. Of ik kon nog 2 jaar blijven koersen. Want er was toen al zeg maar contract aangeboden. Maar ik had zoiets van, ja, wat gaat het ene jaar nog veranderen? Of wat gaan die 2 jaar nog veranderen? Je kan nog een keer Kuurne winnen. Of nog een keer Food Valley Classic. Maar weet je, dat maakt mijn palmarès zelf niet mooier erop. Dus. Maar had je besloten, ik stop en toen kwam het aanbod? Of kwam het aanbod waardoor je stopte? Nee, het aanbod kwam. Toen ben ik gestopt. Ja. Toen dacht ik van, nou, dat is wel heel mooi. Dan kun je in ieder geval in de sport blijven. Nog een heel nieuw project waarbij je binnen kon stappen. Dus nee, ik ben nog steeds heel blij met die beslissing. Ja. Laten we eens even kijken naar hoe het nu verder moet bij Trek wat betreft de grote kopmannen. Met het vertrek van Contador. We hebben even op een rijtje gezet wie er dit jaar had kunnen komen, in ieder geval die einde contract was van de klassementsmannen. Ja. Komen we op deze uit. Nou, iedereen is inmiddels onderdak gevonden. Aru is nog niet helemaal bekend. En er zijn geruchten geweest van Trek dat ze interesse hadden in Aru. Dat jullie interesse hadden in Aru. Zijn die waar? Dat klopt. Ja. Speciaal voor Segafredo natuurlijk. Die, als Italiaan. Als Italiaanse sponsor, co-sponsor, was Aru een goede optie geweest. Maar goed, het salaris wat gevraagd werd, dat was ook behoorlijk. Ja. Dus toen was het geen optie meer. Weet je waar die heen gaat? Nou ja, ik heb gehoord, Emirates nee, heb niet. Ik gehoord. Maar ik heb ook gehoord dat hij bij Astana moest blijven. Vanwege de kleine letters in het contract. Maar de laatste wat ik gehoord heb, is dat hij naar Emirates gaat. Ja. Wel jammer dat hij niet komt, jonge gast, bij de ploeg. Of
zegt van ja. Ja, ja nee, kijk, als je ziet wat voor geld ze vragen, dan is het zoveel. En het is geen zekerheid. Ja. Het is geen zekerheid voor de grote ronde. Mankeert hij vaak iets. Oké, podium, oké. Ja. Maar het is niet dat je een winnaar binnenhaalt. Wat voor bedragen gaat dat dan? Is dat 1 miljoen, is dat 2 miljoen, is dat 5 miljoen? Ja, meer dan 2. Meer dan 2. Ja. Dus, en er staan nog een paar in het lijstje waar we ook mee gesproken hebben. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje allemaal hetzelfde verhaal. Wie zijn dat? Oeran, Landa, Daniel Martin. Ja, daar is allemaal mee gesproken. En oké, Oeran is natuurlijk al op leeftijd. Daniel Martin is ook geen zekerheid om een grote ronde te winnen. En als je dan ziet zeg maar, wat voor gelden gevraagd worden, dat is best wel veel. En dan, dan moet je de opties afwegen. En dan kun je misschien beter zeggen van nou, voor volgend jaar geven we dat geld niet uit. Volgend jaar is er weer kans. Misschien staan er leuke nieuwe renners op. En kunnen we daar wat mee? Laten we dan. Sorry, Juri. Dat moment zeg maar, dat Contador die beslissing maakt, dat was natuurlijk vrij laat. Ja. Hebben jullie nog wel zoiets gehad van pot van nu moeten we nog heel snel op zoek naar iets wat er nog vrij is? Nou, ik denk dat onze manager daar niet heel blij mee was. Maar goed, ze wisten ook dat kon gaan gebeuren. Want er was een eenjarig contract. Ja. Dus daar moet je dan ook rekening mee houden. Maar goed, dat is. Zo lopen die dingen. En er waren toen nog opties om andere renners te contracteren. Maar als je dan kijkt wat voor geld er neergelegd moet worden, ja, dan moet je ook. Is dat verstandig? Is dat het waard? Is dat een waardige opvolging? Nou, als je dan tot de conclusie komt, nee, ik denk dat het dan heel verstandig is dat we het niet hebben gedaan. Vind je dat een leuk aspect van ook het vak van binnen zo'n ploeg zitten? Dat hele schaakspel met renners, managers, met geld, met afwegingen. Trekt jou dat? Nee, ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel leuk. En zeker als er ook nieuwe renners bij komen zeg maar, die graag bij een ploeg willen zijn. En waarvoor het financieel zeg maar, iets minder belangrijk is soms. Er zijn ook renners bij die kiezen niet voor het geld, maar die investeren echt nog in hun carrière. En dat is heel leuk. En ik denk dat als dat gebeurt, dan weet je wel dat je met je ploeg goed bezig bent. Ja. Je zei net van misschien met nieuwe mensen renners binnen de ploeg kijken of die kunnen opstaan als klassementsrenner. We hebben even een kaartje met de selectie voor 2018. Want ja, naar wat voor renners kijk jij dan in het bijzonder? Nou, hoe heet het? We hebben Bouke natuurlijk voor de Tour. Ik denk dat dat onze belangrijkste man wordt voor volgend jaar. En ik denk Bram Bila, die heeft natuurlijk ook in de Giro al laten zien dat hij een klassement kan rijden. Het laatste jaar misschien niet heel zichtbaar geweest bij Quickstep, maar misschien vindt hij weer zijn motivatie. En dan ook nog helemaal rechts daar Pantano. Dit jaar iets minder dan vorig jaar, maar hij is wel heel sterk gestart in Paris-Nice. En toch ook in de Vuelta een paar keer heel cruciaal geweest voor de ploeg. Jong als Mats Pedersen, niet voor de grote rondes, maar die zat er voor het eerst bij ons dit jaar. Ja. Hele leuke dingen laten zien in de kleinere etappenkoersen. Misschien dat hij over 2 jaar ook zover is om iets grotere koersen te winnen. Misschien volgend jaar al. Heel veel van onze bezoekers die vroegen, wat gaat Bauke Mollema, wordt dat de man voor de Tour? Je zei het dus net al eventjes. Ja. Nee, Bouke die heeft vorig jaar natuurlijk laten zien dat hij, nou ja, als alles mee zit, dat hij misschien een podium kan halen. Ik denk dat Bouke ook heb gezien dit jaar met Alberto, zeg maar, hoe hij het benaderd heeft. Ik denk dat hem wel wat geholpen heeft. Ik denk dat hij toch wel een aantal dingen heeft gezien van, hey, misschien moet ik daar ook een beetje meer op letten. Of, je leert altijd van zo'n grote renner in de ploeg. En ik denk dat voor heel veel renners, wat ik toch heb gezien, als wij een selectie hadden, en heel veel renners stegen boven hunzelf uit als ze met Alberto reden. En dat is gewoon heel goed om te zien. En ja, die renners leren ervan. Het personeel, wat heel verbaasd was over Alberto, zeg maar. En jij hebt van hem geleerd? Voor een ploeg. Ja, zeker. Ja. Ja. In ja. Wat voor nou, situaties? Hoe heet het? Vooral op mentaal vlak. Ja. Alberto, je hebt zo'n harde kop en dan kun je ook zien dat eigenlijk, ja, je kun je nog zo slecht voelen, maar als de kop wil, dan is er nog een hoop mogelijk. En dat probeer ik ook andere renners voor te houden, van heb je hem gezien toen en toen? Ja, dat klopt. Ja, ik zeg, die was er ook zo slecht aan toe, maar hij reed nog wel een uitslag. Ja. En dat is ook vaak zo. Vaak gaan renners in een underdog-rol zit als ze gevallen zijn. Ja, een valpartij gehad en dit en dat. Maar hij deed juist precies het tegenovergestelde. Is dat niet een bepaalde mindset die je moet hebben van nature?
Ja, maar sommige renners hebben het niet, maar die kunnen het wel krijgen. En ik denk dat het daar wij voor zijn om dat ze ook voor te houden. Ja. Even terug naar dan de Tour. Bauke die dan gaat, Dumoulin waarschijnlijk, die gaat afhankelijk van het parcours. Ziet er dan wel weer leuk uit voor de Nederlanders tijdens de Tour, Jury? Ja, en Kruiswijk die Kruiswijk. Waarschijnlijk ook als kopman uitgespeeld wordt bij Lotto Jumbo. Ja, dan krijg je natuurlijk een heel, heel interessant gegeven. Misschien ook wel met Poels die als meesterknecht van Froome... Froome was in de Tour dit jaar toch iets minder. Wie weet een jaar extra erbij dat hij volgend jaar... dat het misschien in de Tour het jaar te veel is. Alhoewel, in de Vuelta was hij natuurlijk wel weer echt top. Wie weet wat een herstelde Gesink, een Kelderman of Omen in dienst misschien zouden kunnen. Nou, dan wordt het nog druk voor de Nederlanders dan. Het ziet er wel heel druk uit. Nou ja, laten we eerst maar allemaal kijken of dat allemaal zo uit gaat komen als wat we nu zeggen. Dat is, Over 2 weken gaan we het weten hoe dat parcours eruit gaat zien. Nog één dingetje trouwens, Steven. Vandaag we hebben nog een kaart met de renners die weggaan en de renners die bijkomen. 2 renners vandaag bekend geworden die nog bij de ploeg komen. Conchi en Gramaj. Hoe zit het eigenlijk met Marco Corredan? Blijft hij bij de ploeg of gaat hij weg? Die gaat weg. Die gaat weg. Ik begrepen, ja. En liep zijn contract af of is tussentijd? Contract liep af. Ja, precies. Nou, er was even wat verwarring over... Nee, contract loopt af en ja, plaatsen zijn duur natuurlijk, omdat sommige selecties gaan inkrimpen. Dus ja. Nou, voor de mensen die thuis meeschrijven, hebben dit opgelderd. Heb ik nog één vraag? André Cardoso is natuurlijk voor de Tour betrapt op doping, maar zijn beestaal... Was het verhaal dat negatief zou zijn? Ja, nee, dat was een gerucht. Dat was een gerucht. Ja. En op geruchten kunnen we niet reageren. Nee, maar weet je wat de status is? Nee, als ik de status ook weet, dan weet iedereen het. Nee. Ja, maar ik denk dat iets is waar hij ook op zit te wachten. Of dat hij al weet. Of dat zou wat advocaat al weten. Maar... Ja, want dat gerucht dat dateert van 27 augustus. Dus dat is alweer een tijdje geleden in die tussentijd. Ja, nee, er is niks officieel gecommuniceerd. Dus nee. Is hij in ieder geval niet in de selectie voor komend jaar? Nee. Nee, het is moeilijk om een renner... Om geschorst te rennen, ja. Nou ja, misschien wordt hij wel niet geschorst. Dat is even afwachten. En dan ontstaat er denk ik een complexe situatie voor hem. Ja. Dus het wachten op nieuws van de ploeg waarschijnlijk. Nou ja, ik denk dat het nieuws van de ploeg komt via hem, denk ik. Dus, ja, precies. Nou, wachten wij dat af. Gaan we wel door naar de prijsvraag van deze week. Vorige week was het namelijk het sportvoedingspakket van 3Action... te winnen. Toen moest je antwoord geven op de vraag hoeveel Nederlandse Giro del Emilia gewonnen hebben. Als jij de uitzending had afgekeken, dan had je het goede antwoord al gehoord. Want dat werd verstopt in de instart die we hadden. Het goede antwoord was namelijk 3 keer. 1 keer Boogie en 2 keer Gesink. En dat is goed geantwoord door, ik denk dat ik het uitspreek als Jesse Reed. In ieder geval gefeliciteerd, jij wint het sportvoedingspakket. Wat kun je deze week winnen? Dat is een Tax Pro Classic pakket, bestaande uit een Tax wielershirt en deelname aan de toertocht. Om die te winnen moet je antwoord geven op de volgende vraag. Op welke plaats eindigt zaterdag de eerste Nederlander in de Ronde van Lombardije? Weet jij het antwoord? Surf dan naar wielerflits.nl en vul daar jouw antwoord in. Volgende week maak ik hier de winnaar bekend. Gaan we door naar de agenda. En het seizoen einde dat nadert een beetje. Maar er is nog genoeg te koersen deze week. Morgen staan er 3 op het programma. Donderdag Parijs-Bourges en Milaan-Turijn. Zaterdag dus de Ronde van Lombardije. En zondag onder andere Parijs-Tours. Over die laatste 2 koersen zometeen meer. Even naar het korte nieuws. Ja, er is nog een renner. Die is nog renner van jullie leeftijd. Die nog even heeft besloten een jaartje door te gaan. En dan hebben we het over Davide Rebellin. Hij zegt, als het kan, wil ik nog een jaar doorgaan. Hoe kijken jullie naar dit bijna fenomeen aan? 46 jaar en nog beroepsrenner. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja, hij is dit jaar, heb ik hem niet zoveel in de uitslag gezien, maar verleden jaar reed hij toch nog een... Hij heeft vorige week nog in Indonesië een 2.2-koers gewonnen. Ja, oké, maar dat is natuurlijk Dit is natuurlijk een heel ander programma. Ik was verbaasd dat een aantal jaren terug, toen deed hij gewoon nog mee echt in de grote koersen. En ik vond dat wel mooi om te zien. Ja. Ik heb hem nog, wat zal het zijn, in 2015 bijna de Ronde van Turkije zien winnen. Toen was het ook in de laatste rit dat hij tegen een hond aanreed en zijn sleutelbeen brak. Al had hij nog gewoon de Ronde van Turkije gewonnen. Nee, maar ik heb er gewoon veel respect voor. Ja. Ik zie wat die jongens er bij ons voor moeten doen om in de top mee te draaien. En als je dan, toen was hij 43, 44.
dan nog zou meedoen, ja, ik denk dat je er alleen maar respect voor kan hebben. Is was het een sympathieke man toen jullie nog met hem koersten? Ja, een hele rustige in de koers, de shadow. Ik heb hem ook wel eens minder sympathiek gevonden. Dus. Nog een, dit beeld kan ik me heel goed herinneren, ja. Dat was meestal, ja. Jij noemde hem altijd, eigenlijk haalde een bijnaam bij ons in de ploeg, de shadow. En dat was eigenlijk door Steven verzonnen, want meestal in Tireno reden wij samen voor Rabobank. We reden eigenlijk ieder jaar Tireno en ja, Rebellin zat stevast gepositioneerd in mijn wiel. Dus we hadden het altijd over, ja, op een gegeven moment wordt dat wel eens een keer vervelend. Maar ik had ook wel respect voor hem, want ik vond het wel gewoon een goede renner. En hij, als je eenmaal met hem weg was, dan nam hij wel altijd over, weet je. Het was niet zo dat hij ging lopen linkerballen, maar het... Ja, hij gewoon een hele slimme coureur. Die stemde gewoon zijn koers af op bepaalde renners. En daar was ik er eentje van. 46 jaar sinds 92 in het peloton. Jij zei net van, nou, ik ben misschien ooit iets te vroeg gestopt. Zou jij dit nu nog willen? Nu nog koersen als je de keuze had? Nou, eigenlijk ja, als ik het zou kunnen. Ik denk er nog wel eens over. Want zeker als je dat hoort wat Rebellin doet. Als je sport gewoon leuk vindt en als je nog kan rijden en dat is, hij verdient zijn geld nog mee. Ja, zijn vrouw vindt het waarschijnlijk goed, zijn kinderen. Ja, ik weet niet. Ja, die zijn er niet meer. Nee, oké. Okay, nou, ja, inmiddels van zijn vrouw. Of, ja. Nou, ja, dan weet ik niet of het wel zo slim is om zo lang door te gaan. Liefde voor de koers sterker. Ja, als je nog mee kan. Kijk, hij kan nog mee. Als je zit af te zien iedere dag, ja, dan gaat het natuurlijk heel snel vervelend worden. En dan is het... is het niet meer op te brengen om daarvoor alles voor te doen. Maar hij kan dat nog. En, ik heb het al een toprenner gevonden. En, ik bedoel, in 1997 wint hij Zürich. Ja, dat is 20 jaar geleden. Ja, San Sebastian won hij toen ook, denk ik. Ik denk dat hij toen twee klassiekers won. En... Hij zal nu in een hoop koers ook de zone van nu tegenkomen. Ja. Waar hij nog mee gefietst heeft, rijdt hij nu met... Maar goed, jij fietst natuurlijk ook nog veel. Voor koersen zie je natuurlijk altijd... De Strava-files van heel vroeg in de ochtend. Maar als je dit zou kunnen, nu nog koersen? Nee, ik ben wat dat betreft ben ik met weg wielrennen wel echt wel klaar. Hoor. Ik zie ook te veel ellende soms. Dat is misschien ook een beetje die valpartijen en zo. Dan ben ik echt blij dat ik niet meer in het peloton rijd. Dus ik heb een paar keer renners opgepakt dat die zo hard gevallen waren. Ik denk van jongen. Ik ben echt blij dat ik niet meer rijd. Ook lichamelijk. En ook wat je ziet zeg maar, achter de koers soms. Met die motoren die dan risico's nemen voor niks. Ploegleiders die als een idioot passeren. Maar zag je dat als renners zijn er wel? Had je dat toen in de gaten? Nee, minder. Ja, minder, omdat je er dan zo in zit. Ik ben zelf ook in de sprint dat ik door een gaatje rijd. En dat ik dacht van dat ik alle ruimte had. En dan zag ik dat terug op tv. En dan dacht ik van oei. Weet je, echt maar millimeterwerk. Maar in je beleving had je dat helemaal niet door. Nee. Ben je dan achteraf blij dat je dat toen allemaal niet geweten hebt? Wat voor potentieel gevaar je hebt gelopen? Nou, met de motoren en zo, dat is echt wel... Ik vind dat te veel. Ik vind dat echt uit de hand gelopen. En, het is zo. De want sport dat was is veel groter. Minder. Ja, de sport is gewoon veel groter geworden. En er is gewoon meer media. En veel meer media via internet ook. En veel meer fotografen. En die hebben allemaal beeldmateriaal nodig. Nou ja, dan krijg je dat soort dingen. Mooi bruggetje naar het volgende, want wij zoeken namelijk versterking. Onze redacteur Jeroen Pauw heeft een mooie promotie gemaakt. En dus zoeken wij een vervanger voor hem. Lijkt het jou leuk om ons team bij Wielerflits te versterken? Ga dan even naar wielerflits.nl, want daar staat inmiddels een vacature open. En wie weet, schuif jij hier nog eens aan als redacteur van Wielerflits. Steven, hoe goed ben jij met wielerfeitjes? Niet zo goed als de man mij. Nee, en de man daarnaast die is ook redelijk goed. We gaan toch even testen, want we gaan een quizje spelen. Van de week, of gisteren, waren er een aantal renners die twee keer zelfs te vroeg of net te laat juichten. Dus wij gaan eens even kijken hoe goed jullie de situaties kennen in deze nieuwe quiz. Wie juicht er te vroeg? Quiz! Jullie alle drie een belletje. En er komen zo meteen een paar foto's voorbij. En dan moeten jullie raden, heel eenvoudig, welke wedstrijd was het en wie juicht er te vroeg? Ja, daar ga ik niet zo heel goed in zijn volgens mij. Maar... Nou ja, we gaan het zien. Ik weet wel dat ik er niet tussen ga zitten. We hadden het er van de week nog over eentje. Toen we met jouw vrijgezellen hadden we nog dat verhaal van Cipo die te vroeg juicht in Tireno. Toen wisten we nog niet dat... Is jou wel eens overkomen?
Te vroeg gejuich? Nee, ja? nee. Maar ik weet Tireno in, volgens mij, Frère was wereldkampioen, denk ik, of niet. In ieder geval, maakt niet uit, maar we zaten in de Tireno, laatste rit, San Benedetto. was toen geen tijdrit, maar was altijd Stefan's massaspurt. En Cipo die ging daar natuurlijk winnen, want die moest winnen. En die was met zijn ploeg op kop aan het rijden. En Steven die was Frère een beetje aan het helpen. En die zat de hele tijd tegen Cipo een beetje aan te rijden. En Cipo die werd een beetje boos. Ik zat er ook, want ik stond kort in het klassement. En Cipo was de hele tijd tegen Steven en zo bam. En dan was het De Jonge. De Jonge. De Jonge. Het werd steeds bozer en bozer. En Cipo die ging de spurt winnen. Die steekt zijn handen in de lucht en echt Frère. Echt zo op het laatste moment. Dus die wint. Dus dat was ook een voorbeeldje van vroeg juichen. Dus misschien krijgen we die dadelijk. Dat is hem niet. Maar Cipo was natuurlijk wel bekend van die wilde nog wel eens agressief worden. Geen klappen gevangen? Nee? Dat is wel respect. Goed, we gaan beginnen. Test eventjes of het belletje doet. Ja, ze doen het. De eerste opdracht. Dit is gisteren. Ja, dus in de metropool. Ja. McClay die wint in ieder geval. Ja. McClay wint en Anthony Turgie juicht het ervoor. Nou, dit was even een inkomentje, maar wel één punt voor Jury. Snel zijn, want we gaan nu door naar vraag 2. Bonen juicht te vroeg en Kevin Lis wint in Scheldeprijs. Jaar voor bonuspunt? Ja, een jaar ook nog. Dat is voor het bonuspunt, hè? 2008. Ja. Geef je hem de punten, hè? Ja, ja. 2008, twee punten voor Steven de Jong. Goed, we gaan door naar de derde vraag. Beetje helpen. Ja. Nou, die weet ik niet. Kokkar juicht te vroeg en Grijpel wint. Grote prijs. Ik zie Jury meeknikken. Bijna goed. Kokkar juicht vroeg, de Busser wint dwars door Vlaanderen na de aanslag op Zaventem. Oké. Nee, die is van. Ja, nee, dat is waar. Ja, helemaal goed. Ik dacht van dit jaar was, maar dit is van vorig jaar. We gaan door naar de derde opdracht. Handen weer bij de bel. Of de vierde, sorry. Oh, die is de crosser. Verleden jaar op het WK Zolder. En dan won, Je zit nu... Oké, nou, deze stand voor jou. Ja, was eerder. Nee, dat is goed. Nee, doe jij het, jongen. Maar ik weet hem wel, maar het is goed. Dit was Tupalik inderdaad op het WK voor onder 23 renners cross. En uiteindelijk won volgens mij Iserbiet. Ja, helemaal goed. Een volledige ronde te vroeg. Een ronde te vroeg, ja. Het was nog, want ik zat die koers te kijken en hij komt daar die bocht uit en hij zet me toch aan. Ik denk, die gaat zo juichen. Ja. Want je zag gewoon... Die komt er door. Eigenlijk had iedereen het in de gaten, behalve hij zelf. Dat was best sneu. Deze vond ik echt sneu. Ja. Ja. Nou, dit wordt een lastig, denk ik. Wel in de categorie dat jullie misschien moeten weten. Laten we gewoon gaan kijken naar de vijfde vraag. Amstel Gold Race, Luc Rozen juicht te vroeg van de Poel wint. Het jaar weet ik niet. Ben ik goed? Je bent helemaal goed, ja. Okay. Het is in het goede jaar 1990. Ja. Gelukkig toch nog een klein beetje. Ja, ik vind het ook wel bonuspunt hoor. Het zijn er volgens mij allemaal twee punten. Snel ook, hè? Ja, dat was snel. Ik dacht van, dit moet jij hem weten als Mr. Amstel Gold. Goed, we hebben nog drie te gaan. Nummer 6. Piebeniek. In Giro. Maar wie er wint? Godverdorie, wie wint? Nou ja, bel voor bonuspunten. Fernando Gaviria. Yep. Ja. En Boogie, als jij nog bonuspunten wil, welke plaats was dit? Fuck, ja, dat weet ik wel. Wacht even, er was een rondje, ze reden rondjes. Nee, niet Benefente, nee. Nee, ik weet het niet. Nee. Steven? Want dit was extra pijnlijk, want dit had natuurlijk in de plaats... Ah, waar dingen vandaan komt, niet precies, komt. In Messina, ja, precies. De finish. Ja. Goed, nummer 7, die is van eerder dit jaar. Goh, ja. Ik hoor hier een stilte en er wordt hier hard nagedacht. Het is in ieder geval in het Midden-Oosten. Dat had ik in de koers kijk nooit. Leidersstrijd van Cavendish. Laten we even zeggen, wie wint er? Volgens mij staat het niet op de foto. Ja. Nou ja, de eentje die juicht, die eentje juicht. Dus maar wie wint er wel? Dan zal Kittel winnen. Won niet Christophe? Bellen en dan pas het antwoord, hè? Moet streng zijn. Won niet Christophe die rit? Nee. Kittel. Kittel die wint. En Gaviria is juicht te snel. En dit was in de Abu Dhabi. Of sorry, Ewan. Dit was... Caleb Ewan. In de Abu Dhabi Tour. De laatste.
Een klassieker, nummer 8. Ja. Oeh, dit was close. Ja, ik hoor in mijn Milaanse Remo. Ik hoor van de videoreferie Nick dat het Stevenaar was. Milaanse Remo en Sabel juichte vroeg en Frère wint. Ja. Jaar? Dan moet je met Michael zijn voor het bonuspunt. Nou, bonuspunt voor Michael? 2003. Nee, godverdomme. 2004. Ja. Ja? Ja. Nou, ik vind dat jullie het hartstikke goed hebben gedaan. Opgelucht, Michael. Nee, ik had hem eentje goed, dus zo. Oh, ja. Toch zijn dit wel vaak van die dingen die onthoud je, denk ik. Ja, tenminste, maar soms duurt het even langer. Ja, misschien heeft dat met het weekend te maken. Hé, hey, maar wordt hij, als het een ploegmaat overkomt, hè, wordt er dan s'avonds aan diner nog wel eventjes hard om gelachen? Of ik denk als je Milaanse Remo verliest door, er wordt wel gelachen als jouw ploegmaat wint. Door, kijk, bijvoorbeeld nu bij Rabobank lachten ze natuurlijk met Frère. En wij hebben ook zitten lachen om Chipo toen. Ik kan me niet voorstellen als je toen dat jaar de Telecom natuurlijk Sabo. Als je dat doet, dan slaat hij direct voor je muil, denk ik. Dus ik zou het niet leuk vinden als je daar een grapje over maakt. Ik denk niet dat je er grapjes over maakt, want hoe heet het? Je bent er allemaal ziek van, toch? Nee, maar goed, in het geval van Pierre Benic, dan gaat het dan ook wel over een ronde te vroeg juichen in de Giro. Daar werd s'avonds voor gezegd. Daar wordt mee gelachen. Ja. Een ronde te vroeg, daar wordt mee gelachen. Maar als je op zo'n pijnlijke manier zo'n topklassieker mist, ja, daar wordt niet mee gelachen, want daar is de hele ploeg ziek van. Is het ongeluk of is het gewoon dom, Michael? Ja, dat van Pieperniek, dat was vond ik dom. Ja. Ja, ik bedoel, je weet hoeveel rondjes je moet rijden. Ja, maar de bel ging ook nog. Dat vond ik het allerhappigste. Het is tingelingeling en je denkt, kijken, dat is niet zo, maar maar in geval van Sabel, Milaanse Remo? Nou ja, ja, ik vind het moeilijk. Ik ben nooit in zo'n situatie geweest. Ik kan me haast niet voorstellen dat je overkomt. Hè? Ja. Dat je in zo'n koers te vroeg juicht, weet je. Dan ga je toch op zeker. Ja. Weet je, dan maak je niet juichen. Het gebeurt wel paar keer per jaar dat er iemand vooruit is gebleven en dat ze in het peloton niet weten dat er nog iemand heeft gesoleerd. Ja, daar wordt ook mee gelachen. Daar wordt ook mee gelachen. Dat is ook lomp. Dat is gewoon lomp. Nee, maar ik durfde het niet. Ik ben wel een paar keer zo over de finish gekomen en dan was ik echt 100% zeker. Maar als het echt een voorsprinter was, dan durf ik niet. Ten eerste al niet, omdat we dan die hoge wielen hadden en ik was bang dat er dan nog wat gebeurde. En hoe heet dat? Als ik dan al een sprint won, dan was het altijd met één arm maar. Ja. Altijd één arm, maar nooit met twee. Ik durfde echt niet. Ik was daar dood voor. Wat me overkwam. Maar wel eens niet gejuicht terwijl je eigenlijk had gewonnen? Ja, ook wel. Ja. Ja. Dus gewoon alleen jumpen over de finish, ja. Zonde van de finishfoto, geen heroïsche. Nee, jammer ook. Nederland, Ronde van Nederland, in die regen. Toen juicht hij ook niet. Nee. Volgens. Goed, even de afsluiting. Ronde van Lombardije. Klopt dat jij die nooit hebt gereden? Ik heb nooit gereden, nee. Ja. Is dat, hebben we al een paar keer dat we jullie vragen terug te blikken op die carrière. Jammer dat je dat niet hebt gereden. Nee, Putte Capelle was ook altijd heel belangrijk bij ons. Dus dat was vol voor putten. Ja. Maar het is niet zo, er zijn natuurlijk een aantal mensen die zeggen, nou, ik wil altijd wel een keertje Parijs-Roubaix hebben gereden. Maar, wat moest ik daar in godsnaam gaan doen? Nee. Ik heb een paar keer heb ik Amstel gereden, daar ben ik heel blij om. En vooral ook in dienst van Michael. En daar heb ik gespeeld, maar ook Waalse Pijl of Luik. Ja. Ik heb daar nooit gestart. Nee. Jij hebt 3 keer op het podium gestaan. Welke was het? Heb je er dan eentje die zegt, nou, die is mooier dan de ander? Nou, dat is eigenlijk al antwoord op de vraag. Ik vond de eerste in 98, dat was eigenlijk gewoon een goed jaar. En ik was met de wereldkampioen weg, dus dat vond ik wel heel bijzonder. Dat ik, ik had heel de week niet gefietst, want ik was geblesseerd uit het WK gekomen. Ik zou eigenlijk Lombardije helemaal niet rijden, want ik had zo'n dikke Achillespees. Dus dat was helemaal niet goed. En eigenlijk een dag ervoor toch besloten om te gaan. En ik had wereldbenen en 80 kilometer met z'n tweeën voorop gezeten, zoiets. En, ja, ik heb toevallig nog die koers teruggezien vanmiddag van de laatste, nou het zal zijn, 30 kilometer. Maar ik me nog afvroeg, want jij ging op een gegeven moment 4 daaraan. Was dat uit? Ik moet gaan, want je hoort wel goed. Ik voelde me gewoon heel goed. Maar ik wist natuurlijk ook dat Kamers niet heel goed was. Want die was op de WK gewoon echt de sterkste renner in koers. Maar ik wist ook dat ik in de spurt geklopt zou zijn tegen hem. Ik wist een beetje hoe de finale ging zijn, dat ik gehoord. Nou ja, we hadden ook een kleine afspraak met z'n tweeën. Van oké, we hadden zo lang met elkaar op kop gereden. Dus de winnaar die compenseert. Maar mooi Duits verdiend. Nee, die heb ik nooit betaald, die smeerlap. Dus maar in ieder geval,
Ik voelde me nog gewoon nog goed en demereerde. Alleen ja, Kamerzien voelde zich nog net wat, wat beter. Dus ja, dat was wel de laatste keer dat ik tweede was. Dat vond ik echt verschrikkelijk in 2004 met Kuneko. En toen kreeg ik eigenlijk nog woorden met Basso. Die trok zo verschrikkelijk hard door die laatste klim. En ik was altijd een renner die overnam als ik kon. Maar ik kon toen echt niet. Ik zat te sterven in zijn wiel. En had ik maar eventjes gekund, waren met z'n tweeën weggebleven. En volgens mij was er één renner. Er waren altijd twee renners die ik volgens mij kon kloppen in de sprint. Dat waren Koos Moerenhout en Ivan Basso. Dus dan had ik waarschijnlijk Lombardije gewonnen. Maar ik kon gewoon echt niet. En dat vond ik wel echt spijtig. Want in die spurt kwam ik ook nog kort bij Kuneko. Toen nog wel wat verdiend? Nee, toen niet. Nee. Voor zaterdag, Nibali de te kloppen man. Dat is moeilijk te zeggen, ja. Zou je twijfelen, Juri? Nou ja, als je hem ziet rijden. Ja. Ik vond het vooral heel erg toonaangevend dat hij, Visconti was voorop. Moscon die trok in de aanval. En Nibali die pakte over, die draait om en die kijkt Moscon in de ogen aan. Die denkt, wat zal jij nou hier gaan doen? Die was zo goed. Ja, en Emilie was dat, hè? Ja, en Emilie, ja. Dus als hij datzelfde niveau haalt, misschien had hij wel een supergoeie dag. Ja. Maar als hij datzelfde niveau haalt als Emilie, dan is hij wel bij de eerste. Ja. Nou, de wielenflitsstemmers op de poll, die denken wel dat 60% denkt ervan dat Nibali de grote man is. Ja, Chavez, want Prim van Uitzingen even over. Dat gaat hem niet worden. Nee, die is oud met een schouderbreuk. Viel heel raar. Dus ja, die kan zijn titel niet verdedigen. Ja. Steven, voor jou, je hoeft er dus niet bij te zijn. Wel, kijk je wel zo'n Lombardije? Ja, ik ga wel volgen. Ik vlieg al op tijd naar Italië toe zaterdag. Dus wij gaan in het hotel wel kijken naar de ploeg. Is dat ver van Milaan, zei je dat, dat je zit, hè? Ja, ja, okay. Dus nee, je wordt op de tv volgen. Ja. Dus ik hoop dat Bauke een goede wedstrijd rijdt. Verder is natuurlijk ook nog qua Nederlands uitkijken. Dumoulin die nog start, Poels. Ja, het zijn hele, voor Nederland hele interessante namen die er staan. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze het er vanaf gaan brengen. Want er zijn natuurlijk wel meerdere mensen nog in vorm. Maar ik denk voor het Nederlands publiek dat het inderdaad wel een mooie wedstrijd kan zijn komende zaterdag. Ja. Parijs-Tours is dan zondag. Eigenlijk best gek dat ze die nu in hetzelfde weekend plakken. Ja, als er nog een vlucht gaat en je wilt dubbel rijden, dan is er nog een mogelijkheid. Ja. Maar dat is, het zijn twee totaal andere koersen. Ja. Dus je krijgt een heel ander deelnemersveld. Dus het is op zich niet zo heel gek dat het in één weekend valt. Ja, sprinters die gaan naar Parijs-Tours. Eigenlijk de wedstrijd die dus voor jou dat lag me normaal een stuk gesproken beter, zou zijn. Ja. Die afstand eigenlijk nog geladen in het seizoen. Is dat nog wat? 247 in Lombardije. Wat is het? 234 in Parijs-Tours. Is dat nog een dingetje zo laat in het seizoen? Nou ja, dat zijn gewoon die koersen die hebben die traditie dat ze, een wereldbeker die is altijd zo lang, of World Tour, klassieker is altijd zo natuurlijk, dat zijn die monumenten. Ja, en Tours ook, ik denk dat die renners daar niet zo'n heel erg groot probleem mee hebben. Dat ik me nog wel afvroeg, Parijs Tours. Klagen meer over het weer dan over de afstand meestal. Dus. Parijs Tours was natuurlijk vroeger een wereldbekerwedstrijd. Wedstrijd denk ik met hoog aanzien, dat is toch wat minder geworden, heb ik het idee, de afgelopen jaren. Ja, inderdaad, zeker nu qua categorie. Ja. Maar goed, het heeft minder status. Ja, hoe komt dat? Nou, omdat het geen wildtour is. Dus, en dat is heel jammer, want we krijgen nu wel andere koersen krijgen wildtour status. Waarvan ik denk, zo'n koers verdient het eigenlijk ook. Je hebt veel meer historie en verdient het ook gewoon. Als jij met de rode pen door wildtour clan zou mogen, welke zou je wegstrepen? Ja, nee, dat is lastig. Je moet alles een kans geven. Maar ik vind wel dat zo'n wedstrijd zoals Parijs-Tours hoort er zeker bij. Ja. De kalender. Goed. Volgende week gaan we het erover hebben. Als die vrede is. Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst. En heel veel kijkplezier pas voor volgend weekend. Jullie dank voor nu voor het kijken. En graag tot volgende week. Mazzel.